Het begint eigenlijk bij de wandelingen. Die doe ik al van jongs af aan eigenlijk. En dus daarna ook betrokken geraakt bij mijn kunstenaarschap. En tijdens die wandelingen maak ik aantekeningen, schrijf ik en teken ik, schets ik. En vanuit die schetsen en die schrijfsels maak ik een nieuw beeld. Ja, thema's die heel erg terugkomen is het vergankelijke, kwetsbare van het eigen zijn en ook erkenning van de omgeving. En dat komt dus samen in een werk. Ja, eigenlijk de scheidingslijn tussen omgeving en mens en hoe erg dit op elkaar lijkt. En dat komt beeldend heel erg naar voren in mijn werk. Dus eigenlijk een hele dunne lijn tussen het lugubere en esthetisch. En dat onderzoek ik daarmee. Dus ja, vooral wat is dat verschil en wat zijn de gelijkenissen tussen omgeving en mens.